boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Mijn naam is Anton Dillen. Yo boys en girls en welkom bij alweer een nieuwe video op dit kanaal. Mijn naam is Anton Dillen en vandaag, zoals jullie weten, doe ik elk jaar een Jupiler Pro League voorspelling. En dit jaar is dat niet anders. Dus dit jaar doe ik de voorspelling van de Jupiler Pro League iets later dan anders. Maar ik zit nu in de caravan dat ik dit al deze video online komt. Dus ik neem deze nu op 8 augustus in de ochtend. Omdat je die dan in de caravan nog kan editen. Oké, we gaan van start gaan. Op de 16e plaats heb ik Shadowban neergezet. Waarom? Omdat die in Tom Trent van vorig seizoen ging ik gewoon niet goed spelen. Op 15e plaats Westerlo, ook van vorig seizoen. 14e plaats Beerschot. 13e plaats Kortrijk, 12e plaats Dender, 11e plaats Standaard, 10e plaats SCV, 9e plaats Cercle, 8e plaats Oagel, 7e plaats KV Mechelen, 6e plaats Antwerp, 5e plaats Gent, 4e plaats Genk, 3e plaats Anderlecht, 2e plaats Club Brugge en 1e plaats Union. Ja, ik wou deze video niet te lang maken, dus ja, zo hebben jullie mijn dingen van 16 tot 1 en ja, let's go. Dit was dus een beetje de video, het was een korte video vandaag, omdat ik niet veel zin heb om deze video langer te maken. Ik zie jullie guys graag terug bij een nieuwe video, dat gaat dinsdag zijn, de eerste video. Let's go, en volgende week vrijdag, nieuw seizoen. Let's go. Bye bye!